Welkom terug bij Formule 1 2016. Zoals altijd, ik zeg nu deze keer Hey, wel good to see you. 2016 en niet The factory sent over 2015. the parts that would have been good on the We Mercedes, but beginnen they zoals figured it altijd wasn't weer going to met work. een R&D-event. Tenminste, zolang we onze auto blijven upgraden, krijgen we zo'n rapportje en dan gaan we zien dat onze downforce 2,5% nou ja, omhoog is gegaan, of 2,4% omhoog is gegaan. Dus dat is altijd fijn. Hier zie je de rivalry met Nico Hülkenberg. We staan dik voor. Maar er is één grote wijziging in deze aflevering ten opzichte van de vorige. En dat is dat de AI difficulty op Legend staat. Jawel. Dus ja, we gaan het zien hoe dat gaat. Ja, ik denk in Formule 1 2015 was de AI, of was Legend AI te moeilijk voor mij. Maar we gaan het proberen. We zijn hier natuurlijk weer bezig met de track acclimatization. Daar beginnen we altijd mee. En daar kan je redelijk makkelijk altijd wel wat punten mee scoren. Alhoewel, omdat we op Legend nu rijden. Tenminste, Legend AI, maar de hele difficulty van de career mode is ook naar Legend gegaan. Betekent omdat dat we volgens mij meer punten moeten halen om meer punten in deze challenge om uiteindelijk paars te kunnen halen of groen. Dus ik vraag me af of we het maximale aantal punten hier kunnen halen. Ik denk het wel. In track acclimatization op zich is dat niet zo heel moeilijk. Nee. Zo completen we ons eerste rondje. De laatste paar sectoren zeg maar wel wat groene puntjes. Dus nee, ik denk niet dat we het gaan halen. Jawel, oké. Okay. 5 punten. Dat is genoeg. Oké. Okay. Dus we hebben in ieder geval 50 resource points. Met, hoe noem je het? Research points of resource points. Met die track acclimatization. We gaan verder met tire wear. En ja, dat gaat een stuk minder. Ik kan gewoon de target lap time niet halen. En dat is dus gewoon de Legend AI. Vooral de laatste sector natuurlijk. Ik miste die soort van hairpin ook wel. Hele scherpe bocht. Maar ja, dus daar ben ik na 3 rondjes maar mee gestopt. Want dat ging ik gewoon niet halen. En de qualifying pace. Je ziet dat ik 1/10 boven de tijd zat voordat ik die bocht in ging. En ik verlies zoveel tijd in deze laatste sector. En daardoor lijkt ook de qualifying pace ja, te moeilijk op dit moment. Enorm gat zitten tussen Hard en Legend, vind ik, in Formule 1 games. Dat zie je hier. Normaal zou ik hier waarschijnlijk een seconde onder de tijd zitten. Nu zit ik bijna een seconde boven de tijd. Dus, of ja, het is heel irritant. Dus we pakken lang niet alle punten. We pakken eigenlijk heel weinig punten. Normaal pakken we bijna alles. En, maar ja, laten we in ieder geval kijken hoe we het daadwerkelijk op de baan doen tegenover anderen. Om te beginnen met de kwalificatie. Waar staan we nou eigenlijk als we een goed rondje kunnen neerzetten? En ja, dat zal veel verduidelijken. Het is niet zo dat ik nu standaard op Legend ga racen. Dit is puur een testrace. Ik wil kijken hoe moeilijk de Legend AI is. En als het moeilijk is, dan zet ik het weer terug. Zo simpel is het. Want ondanks dat de races een beetje makkelijk zijn op hard. Tenminste, de AI is wat minder goed natuurlijk. Zijn de races wel heel erg leuk. Behalve die Rusland, omdat ik toen de hele tijd vooraan had gelegen. Ik weet nog steeds niet hoe dat zit. Dat ik zo goed was in Rusland, maar ja. Who knows? Wat is het doel voor deze kwalificatie? 17e. En boven Nico Hülkenberg. Het regent pijpen stelen. Niet normaal. Ik heb tot nu toe wel het idee dat ik sneller ben in de regen dan de AI, tenminste relatief sneller. Maar we gaan zien hoe dat in de kwalificatie eruit gaat komen. Ik heb deze video trouwens al becommentarieerd, maar toen bleek dat mijn geluid niet aan stond. Dus ik
zit een beetje in mijn hoofd met, ben ik al een race verder dan dit? Maar nee, ik ben gewoon de race opnieuw aan het commentariëren. Maar anyway, ja, het regelt echt bijzonder hard. We zitten 3/10 boven onze delta, dus onze beste ronde op dit moment. Dat brengt ons op een 6e plaats voor Carlos Sainz. Dat is niet verkeerd. Dat is niet slecht. Ik moet zeggen, in de development doen we het ook wel erg goed. Volgens mij hebben we dus Toro Rosso in Force India al ingehaald. Dus dat is best wel goed. We zitten inmiddels 4/10 onder onze tijd. 4/10 onder onze delta. En kunnen we hier een redelijk rondje neerzetten? Ik denk het wel. Het ziet er aardig uit. Laatste bochtencombinatie. Vroeger kon je hier natuurlijk gewoon, was gewoon één lange bocht, zeg maar. Dat zie je ook nog wel in mijn Formule 1 2006 career mode. En dat was ook meteen einde kwalificatie. En uiteindelijk een 17e plaats. Aan de ene kant, ik bedoel, het is niet slecht voor Renault. Nou ja, het is niet geweldig, maar ik bedoel, als je naar Magnussen kijkt, die rijdt nog 3/10 langzamer dan ik. Dus op zich viel dit wel mee, denk ik. Op Legend AI, 17e kwalificeren. Beter dan mijn teamgenoot, niet beter dan Hülkenberg. Dat is redelijk, denk ik. Maar zoals ik al zei, ik heb altijd het gevoel dat je in de regen wat beter bent. Dus misschien is het een beetje... Geeft het niet helemaal een goed beeld. Ik had ook veel liever gehad dat deze kwalificatie droog was. Want dan had ik tenminste een heel goed idee over hoe goed de AI is. Maar helaas, dit zijn de objectives voor de race... Dat moet te doen zijn, denk ik. Alhoewel, nou ja, 17e. Het is natuurlijk Legend AI. Ja, hier zie je het. We hebben Force India en McLaren ingehaald. Toro Rosso zit nog wel voor ons. En Haas ook. En natuurlijk de topteams. Williams, Ferrari, Red Bull en die andere. Mercedes bedoelde ik. Oké, laten we naar de kwalificatie gaan. Kwalificatie naar de race. En dan laat ik het over aan de commentatoren van het spel. What does the Spanish Grand Prix have in store for us today, I wonder? I hope we see some tight wheel-to-wheel action down the main straight, circa Mansell and Senna way back in 91. Or maybe we'll have a more strategic race here on a track where overtaking can be difficult. It's a sell-out crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint down to turn one at this 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out turn three and the terrifying blind right of turn nine. Anthony Davidson is here with me today. Together we'll be taking you through all the action of this Spanish Grand Prix. It can be hard for the cars to follow each other closely here due to the dirty air coming off the car in front. So perhaps we're looking at a more strategic Grand Prix, Ant. What do you think on that? I'm not too sure about that, Crofty. I mean, yes, as you say, it's hard to follow around here. But if you're brave on the brakes, you can get the job done down into turn one, which is a medium speed corner, so you have to be committed. And looking down at this grid today, I think we're going to see one or two drivers making a move from a long way back. Maybe try to force their opponent into a mistake. I don't think this is a race that's going to be purely decided in the pit stops. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Lewis Hamilton lines up on pole position. Dus we gaan beginnen. Je hebt kunnen zien dat het weer enorm aan het regenen is. Zagen daar Max Verstappen, die gaat op de tweede plaats beginnen.
Massa and Fernando Alonso. Ja, voor de rest zie je het allemaal in beeld. De Williamsen niet heel erg goed. Overigens, Massa heeft dit seizoen nog geen enkel punt gehaald. Dat is, dat vond ik wel bijzonder. Toen ik even naar de stand keek. Ook staan we volgens mij nog voor Max Verstappen in het klassement. Natuurlijk hebben we de vorige race gewonnen, dus we hebben gewoon aardig wat punten. Ja, dit lijkt me vrij straightforward. Zolang het blijft regenen, blijven we natuurlijk op de wet rijden. 1 pitstop. Natuurlijk Spanje altijd vrij zwaar op de banden. We gaan beginnen. Release the clutch. Manual start, zoals altijd. Redelijk, hè? In de regen. Hülkenberg vooral heeft een goede start. Zit meteen aan de binnenkant bij Grosjean. En wij zitten aan de buitenkant bij Gutierrez. We remmen wat vroeg, want normaal rem ik altijd te laat. En dan gaat dat heel erg langzaam. Probeer ik buitenom te gaan bij Grosjean. Kom ik compleet van de lijn af. En opvallend genoeg, Hülkenberg valt heel ver terug. Had een verkeerde lijn, denk ik, dan door die bocht. We hebben in ieder geval wel 1 plaats gewonnen ten opzichte van Gutierrez. Hülkenberg is natuurlijk onze rivaal op dit moment. Dus het zou bijzonder fijn zijn als we hem kunnen verslaan in deze race. Proberen het hier aan de binnenkant, maar nee, het is lastig in de regen natuurlijk om mensen uit te remmen. Omdat je zelf niet helemaal weet hoeveel je kan remmen en hoe snel je langzamer gaat. We tikken hier Hülkenberg een klein beetje aan, maar we komen er wel voorbij. Zit inmiddels een rondje verder. Gaan we het nu misschien proberen bij Grosjean. En zo beginnen we redelijk goed aan deze race. Ja, we proberen het hier bij Grosjean. Oh, niet dat paaltje raken. Oh, het gaat heel erg langzaam. Maar we hebben de exit. Grosjean was ook een beetje buiten de baan. Dus daarom heeft hij waarschijnlijk de slechtere exit. Zit hij hier achter Sergio Perez, de andere Force India. En ook Fernando Alonso. En dan een klein gaatje met Bottas is dat volgens mij. Die toch wel tegen de punten nu aan zit. Nou ja, het is opvallend. Want Bottas heeft, is in de eerste race werd hij zelfs derde. Dus een podiumplek voor Bottas. En Massa heeft gewoon nog 0 punten. Dat is best wel bijzonder. Binnenkant bij Sergio Perez. Perez remt heel laat. En dat is niet heel erg handig bij deze bocht. Omdat het een vrij snelle bocht is, wil je over het algemeen toch wel de ideale lijn volgen. Er zijn niet echt verschillende lijnen mogelijk om tenminste snel te rijden. Ook omdat het een soort van chicane is. Hier gaan we het net zoals in de vorige ronde bij Grosjean, gaan we het nu bij Alonso proberen. En ook dat lukt. Alonso rijdt natuurlijk zijn thuisrace. Inmiddels rondje 7. We komen iets dichterbij bij Valtteri Bottas. Dus ja, we rijden tot nu toe echt een fantastische race. En ineens gaat iedereen naar binnen. En ik moest ook naar binnen. Waarom moeten we naar binnen? Het gaat om de intermediates. Maar ik kijk naar buiten en ik zie toch dat het gewoon nog keihard regent. Dus ik vond het te vroeg voor intermediates. Dus ik rij 1 rondje door. Tenminste, dat was mijn idee. Terwijl we hier kanten zit op Hamilton. Wat een beetje irritant is. Dat kost ons natuurlijk ook aardig wat tijd. Ja, dat doet de AI in die eerste bocht vaak. Geeft ze geen gas bij de exit. Oeh, Max Verstappen. Hij begon tweede, maar hij ligt er nu uit. Wat is er bij hem gebeurd? Het is een replay van de auto van Max Verstappen en gewoon een kapotte motor. Oh, daar zal Max niet blij mee zijn. Hamilton haalt ons hierin. Hij rijdt dus op die intermediate. Net zoals alle 20 auto's die nog over zijn. Andere 20 auto's. Ik ben de enige die op wedstrijd op dit moment. En ik kom nu naar binnen. Voor mijn pitstop. Dus op zich zou het nu goed moeten gaan. Let's have a look. We liggen 4e op dit moment. Massa komt nu over de streep. Nu zakken we wat harder weg. Maar het ziet er niet dramatisch uit. Oh. Alhoewel.
We zitten nog steeds op Wets. We hebben een nieuw setje Wets gehad. Dankjewel team. Ondanks dat ik een strategie heb aangeklikt met verander mijn Wets in Intermediate. Weet je, zo'n Confirmed Strategy ding. Change Strategy, wat soms recht onder in beeld komt. Zitten we weer op Wets. We komen hier achter Magnussen op de baan. Dat is ook alweer tegenvallen. Want we lagen... Wat Kvyat ons daar weg doet. Want we lagen... we lagen 12e volgens mij. Dat is een beetje teleurstellend. Maar ja, we gaan natuurlijk nog een keer naar binnen komen. Want dit heeft geen zin zo. Want het beginnen wel echt betere omstandigheden te worden. Nog steeds niet geweldig, maar ik denk dat de wets een stuk langzamer zijn dan de intermediates op dit moment. Dus we gaan voor de intermediates. Daar Kvyat, die dus ons toucheerde en daardoor een beetje uitspinde volgens mij. Die ligt nu één na laatste en daar komen we weer samen mee op de baan. We gaan hier, bijna halverwege de race, gaan we Haryanto proberen in te halen. Het is natuurlijk een inhaalrace vanaf hier, want ja, we liggen gewoon laatste. Natuurlijk Verstappen nog achter ons, maar die is uitgevallen, dus dat, die gaat ons ook niet meer inhalen. Dat is een voordeel. Hier aan de binnenkant bij Haryanto, dat is vrij netjes. En de volgende is weer een Manor. Wehrlein, laat gerend daar, bijna de achterkant geraakt van Wehrlein. Maar gaan we het hier proberen aan de binnenkant. Dit is een niet de beste inhaalplek, moet ik zeggen. Nogmaals, dezelfde reden als bocht 1. Het is een vrij snelle bocht en er is eigenlijk maar één lijn die je door die bocht kan nemen. Dus een inhaalactie is niet echt goed mogelijk. Maar bij deze zeker wel, als je gewoon goed remt. Dan kan je daar zeker mensen mee pakken. Zitten we hier achter Eriksen, Kvyat en Nasser. Dus dit is wel een groepje. Als we deze allemaal hebben ingehaald, dan liggen we 16e. En dat is, we moeten 17e worden. Dus zo dramatisch is het allemaal niet. Ondanks die extra pitstop zien we er nog best wel goed uit. En gaan we het hier aan de binnenkant proberen. Zeg maar, op zich wel langs, maar kijk. Eriks goed terug. En dan, zoals ik al eerder zei, vergeet AI soms gas te geven bij de exit. Het is echt ongelooflijk hoe langzaam ze door die bocht gaan. En ja, dit wordt natuurlijk een flashback. Even kijken vanaf de auto van Eriksen. Hij geeft hier gewoon geen gas. Het is jammer dat je niet zo'n metertje kan zien van of hij gas geeft of niet. Maar het is ook wel vrij irritant. Dat is ook precies de reden dat ik flashbacks gebruik. Hier heb ik het al eerder over gehad. Maar soms doet de AI gewoon een beetje rare dingen. En aan de andere kant, kijk, ik rij 50% races. En ik wil ze wel graag uitrijden. Kijk, als ik echt een zware crash maak, wat gewoon mijn fout is. Ik vergeet, of ik ga ergens gewoon compleet rechtdoor en raak de muur ofzo. Dan ben ik wel zo van, dat is dan einde race. Terwijl we hier Nasser in hadden. Kvyat was er al voorbij. Maar over het algemeen, ik bedoel, als ik elke race in de derde bocht eruit crash, dan is er ook niks te zien. Kan ik wel meerdere races in één aflevering doen. Dat is dan het voordeel. Daar komt Magnussen de baan op. En hij heeft intermediate. Dat betekent, terwijl mijn microfoon een beetje hard doet. Dat betekent dat Magnussen een extra pitstop nu heeft gemaakt. Net zoveel als ik. En dat hij nu vlak voor mij rijdt. Dus dit is interessant. Kunnen we hem dan ook gewoon gaan pakken? Dat zou fijn zijn. Ik denk dat wij ook nog wel naar binnen moeten. Maar misschien kunnen we dat nog even uitstellen. Misschien wordt het ook nog wel wat droger. En dan kunnen we, hoeven we niet nog een keer naar de intermediates. Dat zou heel fijn zijn.
En zit hij dicht achter Magnussen? Missen daar wel de apex. Misschien ook wel een beetje door de dirty air van Magnussen. En ja, we zetten duidelijk de druk erop. Change strategy, daar hebben we het weer. Volgens mij ging dat gewoon om nieuwe intermediates. Of ging het om... Nee, het ging om droge banden. Volgens mij stond de soft. Magnussen gaat... nou, wat is het? Eén rondje nadat hij zijn vorige pitstop heeft gemaakt. Gaat hij weer naar binnen. Ik rij weer door. Ik ben echt een fan van dit doorrijden. Iedereen rijdt inmiddels alweer op droogweerbanden. Ik vond het nog steeds te vroeg. Ik bedoel, het regelde gewoon nog. Dan denk ik echt van... ja, leuk, zo'n droogweerband. Maar hoe blijf je ermee op de baan? Want als het nog regent... Ik bedoel, de baan is nog gewoon compleet nat. Dus... Een beetje onzin in mijn ogen hoe de AI dat doet. Maar... alright, we komen naar binnen. Als het goed, hopelijk komen er nu wel goede banden op. Ik denk dat, dat ik voor de mediums heb gekozen. Het is 10 rondjes. Dat moet wel te doen zijn, denk ik. Is het mediums? Ja. Okay. Dus ja. Komen we weer achter Magnussen? Ja. Kijk even hoeveel tijd Magnussen wint. Met een rondje eerder naar binnen te gaan. Ik vind het een beetje belachelijk. Maar dat is mijn mening. Ik bedoel, in het echt hebben we ook wel gezien. Bijvoorbeeld Hamilton op de Ultrasoft in Monaco. Dat de droogweerbanden in de regen best wel effectief zijn. Dus oké, misschien wat dat betreft is het niet heel erg raar. Maar nu hebben we eindelijk de kans om onszelf te testen, wilde ik zeggen. Tegen de Legend AI in het droog. Op het droog. Oh, dit gaat fout. Dit gaat heel erg fout. En daar komt Fiat ons voorbij. Gelukkig geen schade, dus we kunnen wel door. Maar ja, het was duidelijk. Ik bedoel, kijk het gat met Kvyat, 10 seconden. Hamilton is inmiddels al gefinished, maar blijft maar doorracen. Dit vind ik ook wel een beetje bijzonder. Hamilton is dus al de winnaar. En doet er echt alles aan om ons voorbij te gaan. Dat is een beetje raar. Normaal zwaaien en ga je heel langzaam. En ik ben zo bezig met Hamilton, dat ik hier ook even van de baan af raak. En dan haalt hij me alsnog in. Anyway, ja, het was, ik bedoel, 7 op 10e is goed, maar Hamilton was echt, of niet Hamilton, Kvyat was 1 tot 1,5 seconde per rondje sneller dan ik. Magnussen heb ik nooit meer gezien. Ja, in het droog is de AI gewoon echt veel, veel sneller. En dat, ja, ik weet het niet. Bottas wordt 7e, zien we hier. Nou, dat is uiteindelijk best knap, want hij begon 13e of zo. De Formule 1 Gran Premio de España, een hele hoge textures, kan je dat zien. Hamilton wint, we zien Vettel 2 en Rosberg 3e. Maar ja, ik ben niet overtuigd van dat Legend AI de beste manier is voor mij om op te racen. Volgende race ga ik sowieso weer terug naar de hard difficulty. En dat heeft een andere reden. En dat heeft te maken met dat het circuit. Kijk, dit is interessant. Even kijken, 2 McLaren's in de top 10. Terwijl McLaren een slechtere auto heeft dan wij. En wij eindigen 15e en 17e. Kijk uiteindelijk het gat met Magnussen. Ai ai ai, 17 seconden. Ik bedoel, dat zegt genoeg in mijn opinion. Maar de volgende race is in Monaco. Dus dat is de reden dat ik de difficulty op hard ga zetten. Want ja, ik bedoel Monaco. Ik vind het echt een wonder als ik een rondje rijd zonder een muurtje te raken.
We staan nog steeds boven Max Verstappen. Hij is natuurlijk vandaag uitgevallen. En zo pakken we allebei geen punten. Renault staat vijfde vlak achter Williams. Dat is best wel goed. En ja, ik weet niet. Het was een... het begin was heel leuk. Natuurlijk veel inhaalacties in de regen. En daarna is er gewoon eigenlijk vrijwel niks meer gebeurd. We hebben een paar mensen nog ingehaald. Maar ook dat was in de regen. Maar toen het droog werd, is er echt helemaal niks meer gebeurd in de race. Tenminste, van mijn perspectief. We zien dat Hülkenberg wat punten terugpakt. Had een redelijk goede race volgens mij. En hier gaan we naar de session points kijken. Niet heel erg hoog is, zeker niet vergeleken met Rusland. Maar ja, nee, ik vond het in het droog. Ik heb 10 rondjes dus gereden terwijl het droog was. En ik kon de pace van de AI echt totaal niet volgen. Dus ja, volgende race in ieder geval weer op hard. Maar voor nu bedankt voor het kijken. En hopelijk gaat de volgende race ook wat beter. En kan mijn team wat betere pitstops maken. Of tenminste betere strategieën voeren. Maar voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.